even voor de uitzending van Punt Welzijn staan we hier onder de Boshoverbrug. Want er is hier een bijzonder project te zien. Waar gaat deze uitzending over? Nou, fijn dat je vraagt, want vandaag gaan we het hebben over Vene Vene Vici. Een bijzonder project. Als Punt Welzijn hebben wij, en daarom heb ik ook meegenomen, een ondertitel. Daar wil ik even van naar wijzen. Iedereen is kansrijk. En dat heeft ook te maken met hoe wij in het werk staan. Wij willen als Punt Welzijn op zoek gaan naar talenten en datgene wat mensen wel kennen. En dan kijken hoe we daarin kunnen versterken. En Vene Vene Vici is een project wat daar echt op doorgaat. Ze gaan met jongeren aan de slag, met als kunstvorm vooral eigenlijk de nieuwe kunstvormen. En proberen daarbij de jongeren die talenten te ontdekken waar ze iets mee kunnen gaan doen. Nou, het project Vene Vene Vici onder de Boshoverbrug is daar een heel goed voorbeeld van. Gart Smits gaat er wat verder over vertellen. Gart, jij bent bedenker van het project Vene Vene Vici. Kun je eens vertellen hoe het is ontstaan? Ja, eigenlijk is het meer iets van mijn achtergrond zijnde als workshopdocent in de urban culture op het gebied van graffiti, rap. Daardoor kwam ik in aanraking met jongeren. En ik zag gewoon dat ik ze iets mee kon geven waarin ze zichzelf konden ontdekken. En eigenlijk meer iets, een hobby kon geven of iets waar ze zich mee bezig konden houden. Behalve het social media, behalve het gamen of het reguliere schoolwerk. En waarom is dat zo belangrijk, denk jij? Nou, omdat ze toch eigenlijk ook iets moeten hebben waar ze zichzelf in zouden kunnen verliezen. Waar ze zichzelf echt helemaal toe kunnen zetten. Omdat dat voor mij dus echt heel erg geholpen heeft vanuit mijn verleden. Ik was ook een stuurloze jongere, een losgeslagen figuur die eigenlijk richting de afgrond ging. Uiteindelijk heb ik mezelf helemaal gevonden in het schrijven van raps, het maken van muziek, het maken van beats, graffiti. Dat heeft mij op het rechte pad gehouden. En ik wist zeker dat er genoeg jongeren waren in deze regio die vol met talent zitten, maar het zelf nog niet weten. Hoe heb je dat aangepakt, die workshops? Hoe ziet dat eruit? Nou, in eerste instantie deed ik dat voor onder andere voor het RIC of CKE in Eindhoven of particulier. En dat zijn gewoon kennismakingsworkshops van 1,5 à 2 uur. En ik dacht, nou, laten we gewoon eens kijken of we één groot project op kunnen starten met verschillende docenten. Een schooljaar lang loopt waarin jongeren echt, in plaats van alleen maar kennis maken, echt dat talent kunnen ontwikkelen. Waardoor ze echt die basis leren, zodat ze na dat project, na een schooljaar lang, kunnen ze zelfstandig verder met de handvatten die wij ze aangereikt hebben. Het project is mogelijk gemaakt dankzij het VSB-fonds. Wat houdt dat precies in? Nou ja, het VSB-fonds is in deze een hele grote partner. Aangezien het een heel groot en lang project is, komt toch wel wat geld bij kijken. En het potje van alleen Punt Welzijn is niet groot genoeg om het complete project te kunnen financieren. Dus we hebben daar in de samenwerking gezocht met het VSB-fonds, die volledig achter ons stond en die heil zag in ons project en ons daarbij ondersteund heeft. Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe met de jongeren zelf? Wat zijn de reacties? Ja, hartstikke goed. Het was, in de eerste instantie was het een pilot. Het was voor ons ook even proberen van kijk, hoe gaat dit nou in zijn werk? En ook een beetje aftasten. Het duurt toch wel heel lang en gaandeweg kom je een hele hoop tegen. Maar we hadden echt hartstikke veel jongeren binnengehaald. Waar we in eerste instantie nog een beetje bang voor waren. Van, krijgen we er wel genoeg binnen? Hadden we er meer dan voldoende? Eigenlijk zaten alle groepen vol. Iedereen bleef enthousiast. Iedere week weer komen en netjes gewoon meedoen. En ze vonden het allemaal superleuk. Ze hebben allemaal hun talent ontwikkeld. En met een paar echte uitschieters erbij die echt heel veel talent bezitten. Die ook echt heel hard ermee door zijn gegaan. En het was gewoon, de eerste pilot was gewoon al één groot succes. Pauke, je bent jongerenwerker van Punt Welzijn. Wat is jouw rol in het project Vene Vene Vici? Nou, wat wij als jongerenwerkers hebben gedaan is, we hebben Gart ondersteund bij het werven van jeugd. Om deel te nemen aan het project. En dat is eigenlijk best goed gelukt, hebben jullie net gehoord. We zijn van alle kanten zijn jongeren naar het project toegekomen. Wat we in het jongerenwerk doen is, wij proberen jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen in de puberteit, zou ik maar even zeggen. Heel veel jongeren gaat het prima. Een aantal jongeren hebben wat kleine hobbeltjes. En er zijn wat jongeren die er het echt lastig mee hebben, zeg maar.
dat maakt voor ons niet uit. Voor ons is iedereen gelijk, iedereen is kansrijk. Dat zei Gart net ook. Alleen wat wij in het jongerenwerk, waar wij een beetje tegen aanliepen, we hebben inloopcentra waar jongeren naartoe kunnen komen. Wij hebben sportactiviteiten en we hebben wat schoolgebonden projecten. Contacten buiten op straat. En wat eigenlijk mis van dat rijtje is cultuur, een stukje cultuur. Jongeren moeten zich ook kunnen uiten in die cultuur. En dat was een gemis. Wat wij vaker deden, we moesten dan mensen naar ons een workshopdocent aannemen of eventjes in laten vliegen om een activiteit te draaien. Nou, Gart kwam op ons pad. En we hebben een hele mooie samenwerking tot stand kunnen brengen, waarbij we veel jongeren naar het project hebben kunnen brengen. En wij hopen heel erg dat we straks in september dat we weer veel animo kunnen kweken onder die Weerter jeugd om toch deel te nemen aan het project. Waarbij veel jongeren veel kunnen leren van zowel elkaar, dat is heel belangrijk in het project, maar ook van goede artiesten, van goede kunstenaars. En dat is hier wel te zien onder de brug. Justus, jij bent docent van de Graffiti Groep. Kun je eens iets vertellen over die workshop? Ja, ik ben met een aantal jongeren aan de slag gegaan. Ik had een grote groep. En we hebben een uitgebreide cursus van een half jaar, iets meer gedraaid. Van daaruit ben ik gaan werken met wat willen jongeren, wat kunnen jongeren, wat doen jongeren. Met een basis, omdat ik vind dat ze wel een basis moeten leren. En van daaruit ben ik naar hun eigen ontwikkeling gaan kijken en ben ik ze daar stap voor stap gaan helpen. En dan vanuit tekenen en schilderen, cultuur, geschiedenis, kleurenleer. Dus eigenlijk gewoon heel breed. Maar het was erg leuk om te doen. Enthousiaste jongeren. Dus met een heel traject aan voorbereiding zijn jullie hier aan de slag gegaan onder de Boshoevebrug. En dat heeft geresulteerd in wat we hier zien. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Weert is een stad met een geschiedenis in graffiti, waar dit al heel lang leeft. Waar ook behoefte was aan een plek om te kunnen schilderen. Eindhoven zit vlakbij, maar Eindhoven-Weert, daar is natuurlijk toch nog een stukje. Dus we hadden het idee dat hier wel echt behoefte was aan een, wat ze noemen een Hall of Fame, dus een legale graffitiplaats. Gemeentes die zijn over het algemeen niet zo enthousiast in een graffiti, want die hebben daar allerlei ideeën en connotaties bij van graffiti en gevaarlijk en randgroep jongeren en. Door deze cursus zagen gemeente, raadsleden en burgemeesters wat er kon en wat er gedaan werd. Dus dit was een hele mooie ingang om dit legaal te krijgen. En mijn collega Gert Smits heeft daar heel hard voor gewerkt om dit mogelijk te maken. We hebben daar een hele leuke openingsjam voor gehad met een hele hoop mensen en een hele hoop verf en een hele hoop gedoe. En dat was erg leuk. Ja, nu kunnen mensen hier gewoon naartoe komen met hun tasje met verf en hun ding doen. En soms is dat heel mooi en soms denk ik, misschien had je nog iets meer kunnen oefenen. En soms, het is een vrijplaats, dus je mag hier gewoon doen wat je wil. En dat doen mensen dan ook, zoals je ziet. En zijn de jongeren trots op het eindresultaat? Dat denk ik wel. Ik ben niet degene die dat kan beantwoorden. De jongeren zelf die kunnen dat beter beantwoorden. Maar wat ik zo opvang, denk ik dat wel. Keide, jij bent deelnemer van het project Veni Vidi Vici. Welke workshop heb je gedaan? Ik heb de cursus graffiti gedaan en de cursus beats maken. En super, super geweldige ervaring. Super leuk om te doen. En wat was voor jou de aanleiding om mee te gaan doen? De aanleg was eigenlijk niet, totdat iemand zei een workshop doen met graffiti en beats en is misschien wel voor jou. Weet je wat, we gaan het gewoon proberen, gaan we kijken. En uiteindelijk is het wel wat geworden. En wat vond je er zo leuk aan? In het begin heb je zoiets van, ik weet niet of het wat is, maar op een gegeven moment heb je zoiets van, ik krijg het dan onder knieën een beetje door en er gaat een hele nieuwe wereld voor je open en dan is het toch wel leuk, weet je. Dan komen we allemaal nieuwe dingetjes bij kijken en dat maakt het wel leuk. En ook contact met andere jongeren? Ja, ik kreeg dan ineens een heel zicht met andere jongeren erbij en het is gewoon super, super gezellig en het maakt het gewoon helemaal geweldig eigenlijk zoiets. Ga je er nou nog iets verder mee doen in de toekomst? Ik ben nu persoonlijk zelf bezig met producing veel, dankzij de beats. Ik ben nu ook, ik teken ook af en toe hier iets op de hof, een thuisje aan het tekenen en dat is gewoon een hele nieuwe wereld voor me opengegaan. Het is gewoon super geweldig eigenlijk. Ja, heel enthousiast dus. Wat zou je jongeren willen zeggen die misschien nog twijfelen? Nou, ik zou zeggen dat ze gewoon hun kans moeten nemen en ervoor moeten gaan, want er zijn zoveel mogelijkheden. Geweldig. Geweldig.
Ja, Gart, het is dus een succesvol project, een pilot noemde jij het. Krijgt het een vervolg en kunnen belangstellende jongeren zich nog aanmelden voor de workshops? Ja, en we gaan alle kinderziektes er nog uithalen. We mogen gelukkig weer starten en we kunnen weer een heel schooljaar lang gaan draaien. Dus we gaan in september gaan we weer flink promoten, deelnemers werven. En vanaf oktober starten we weer tot en met juli. En jongeren van 12 tot 18 kunnen zich aanmelden? Ja. Inderdaad, 12 tot ja, 21 ongeveer. Ja, we kijken niet zo heel nauw. We vinden dat iedereen kansrijk is hè, bij het punt welzijn. En, dus ja, we kunnen gewoon september weer een hoop deelnemers aannemen en weer lekker er tegenaan gaan een jaar lang. Een Maybach Ferrari of een limousine.